Hallo, hallo, hallo mensen. Dit is eigenlijk toch wel een soort van upgrade. En ik dacht, ik moet het gewoon even filmen voor jullie. Het is namelijk sinds 8 maanden ongeveer geleden dat de server is geopend. Dat wij begonnen aan Disneycraft. En heel veel mensen weten het niet, maar deze Mickey achtbaan is eigenlijk de allereerste attractie die gebouwd werd. En daarna werd het de Wonderworld die je hier ziet. En vervolgens kwam de ondergang als derde attractie. En dat zijn eigenlijk de eerste drie attracties die nooit zullen veranderen en eigenlijk de geschiedenis waren van het park. Oftewel, dit hele wonderlandschapje is eigenlijk een grote uitbreiding en een grote toegevoegde waarde aan het park. Maar natuurlijk ook een hele grote parkeerplaats. Ik weet nog wel dat ik met Rowie zaten we in het begin van, hadden we een server en daar begon Disneycraft op. En toen was de map corrupt geraakt. Dus er was kapot gegaan en we hadden geen backup. En alles was kwijt. En wat toen het nadeel was, is dat we toen de hele parkeerplaats weer overnieuw hebben gedaan. En nu is dus het moment, het grote moment dames en heren, dat we dus de parkeerplaats aan het uitbreiden zijn. Dus hij liep in een vierkant. Het was gewoon één vierkant blok. En om het wat realistisch te maken zit er nu dus een kronkel doorheen. Wat meer aansluit op het vernieuwde, de naam is vernieuwd, het hoofdkwartier van de Duckstadkrant. Waar je dus binnenkort ook weer huisjes kan huren in de panden. Een soort kraakpanden moet je het daarmee vergelijken. En ik ben dus hier de boom aan het weghalen. En het leek me bijzonder om dit te filmen. En dan heeft Irma ook nog een hele fantastische update. Ja. Ze is er stil van, zoals van de uitleg. Want ik weet zeker dat jij nog dat niet wist wat ik net uitlegde. Nee, ik heb chippies in mijn mond. Ja, oké. Okay. Een hele toegevoegde waarde aan een antwoord van mijn vraag. Dat maakt niet uit, Irma. Even kijken. Hè? Nou, mag ik het grote nieuws al vertellen? Ja, dat mag je ondertussen wel doen. We zijn in 1.7. Ja, dat zeker. Ja, we zijn in 1.7. Maar... Dat was niet... Kom jij eens heel snel eventjes deze kant op en neer. Ja, is goed. Ik kom deze kant op het moment. Want Gio heeft het ook nog gezien, dus we gaan Gio zijn reactie horen. Gio, doe jij eens warp attracties? Dan zie je al dat er iets heel vets is geüpgrade, want we gaan even de bordjes volgen. Oh. Even kijken. Wat zien we daar, Gio? Kijk eens. Waar gaan we beginnen? Ik zie hier een bordje met Duckstad en plattegrond. Oh. Dat is nieuw. Dat heb ik nog niet gezien. Ik ga met mijn rug er naartoe, zo. Ik hou je in de gaten. Wacht, ik ga wel zo kijken. Ja, is goed. Moet ik nog doorlopen? Ja, klein beetje. Klein beetje. En stop. Ja. Ja. Oké. Okay. Mag ik kijken? Heel langzaam naar voren. Oh, wauw. Dit is toch wel heel bizar. Dat is heel erg nice. Nou, weet ik niet wat dat witte inhoudt. Wat is dat witte? Dat is, even kijken in welk gebied dat is. Dat is de studio's. Dat is de klei, denk ik, die daar op de grond ligt. Ja. Wacht, was dat klei? Was dat klei? Ja. Grond? Oh. Of was dat, ja, het lijkt op kwarts of zo. Ja. Ga eens kijken, wat hebben we er nou precies liggen? Wat apart, want het loopt helemaal door alsof het een soort bug is. Nou goed, dan gaan we kijken even naar het mooie plein. Dit is waar Irma in bezig is. Gewoon een complete mapkaart van het hele park. Dus natuurlijk waar ik net was hier. Dus de parkeerplaats. Dat zie je dus dat het gewoon een vierkant is. En we gaan dus dit stuk erbij halen. En ja, door middel van deze hulp die we nu hebben. Kunnen we dus het verbreden. En gaan we de parkeerplaats waarschijnlijk ook verbreden naar deze parkeerplaats. Dus die komt om het gemeentehuis komt er een heel parkeerplaats nog terecht. Ik vind het tof. Ik vind het echt heel tof. Dus dit blok wat ik hier heb, Irma. Kijk, ja, dat is altijd dat witte gedeelte op de map. Welke kleur was dat? Dus witte klei. Oh, wauw. Dat is apart dan. Dat laat hij dan zo zien. Oh, daarom is het wit. Oh, dat vliegveld ziet er nice uit. Dat vliegtuig. Moet je kijken. Part? Wacht, ik kom even naartoe. Dit bij Gio. Want ik heb eigenlijk toch te kort naar gekeken. Ja. Dus ik heb er geen Optifine. Dat vind ik jammer. Maar zie je dat... Ja, inderdaad. Ziet er zo nice uit. Apart, hè? En dan die boot. En je ziet natuurlijk ook... Want we hebben een vliegtuig hier in het park vliegen eigenlijk. Die bij zie de je space. Ook daar. Ja, gaaf, en die hè? Zie je hier ook. Het ziet er heel gaaf uit. Apart, en hè? Mijn Lilo is steeds vliegtuig. En zo zie je maar dat jullie... Onderschatten misschien de grootheid van attracties. Maar op deze mapkaart kan je wel duidelijk zien wat een van de grootste attracties zijn. En als we zo kijken, dan denk ik
dat het Arabische gebied toch wel aardig in de buurt komt met qua grootte van attracties. En ik denk dat de wraak van Jafar, dat die denk ik nog wel een van de grootste wordt. Maar dat kan ik nu vergissen, want we hebben nog wel groter, denk ik. Mm-hmm. En dan denk ik dat dat ook wel de Simba kan zijn, maar die is... Of de Lion King. Maar dat kan ook, denk ik, zijn de Clownaval. Dat zou best kunnen, ja. Die is ook heel... Dat is ontzettend huge. Maar als ik daarboven kijk... Heel groot, ja. Oh, dat is Wild West thema. Wat gaaf, joh. Ziet er heel nice uit. Ziet er heel vet uit. Van afstand is dit ontzettend gaaf. En zie je aan de rechterkant allerlei updates af en toe verschijnen van wat we nog gaan bouwen. Hey! Gio, dat zag ik. Ja, zag je dat? Ja, Gio zat met de kaart te draaien. Want jullie weten het, hè. Ja. Als je iets ontdekken moet, dan moet je gewoon eerst eens even heel goed op de kaart kijken. Op de kaart. Op de kaart. Op de kaart. Och. De kaart. Wat een feest. Feestje. Je ziet ook van die random dingen staan af en toe op de kaart. Dat je denkt van, wat is dit? Ja, echt hè? En hier zijn de jump maps hierboven. Ja, klopt. En daarom zei ik van, vroeg aan Irma van, we gaan even dingetjes upgraden. Maar dat kan heel mooi door die kaart kunnen we dat fantastisch mooi doen. Want dan kan je een overzicht zien wat we nou precies hebben. En dit is eigenlijk voor het eerst in, dat is niet overdreven, maar echt voor het eerst in al die maanden sinds het park open is, dat ik eindelijk een plattegrond heb gezien eigenlijk. Dat is echt zo. Dat klinkt heel raar. Maar het is wel zo. En nog één ding. Jullie wisten niet dat Disneycraft natuurlijk op een... De meeste misschien niet. Misschien de meeste wel, maar de meeste ook niet. Dat Disneycraft natuurlijk op een ding is gebouwd. Op het water. Dat is natuurlijk ook heel apart. Ja, dat zie je bij Downtown heel erg. Ja, klopt. Kijk hoor, dit gaan we weghalen. Ik ga echt hele rare dingen doen. En dat doe ik gewoon omdat het YOLO is. Vind je niet? Goed mensen, ik hoop dat jullie een leuke kleine update vonden. En vergeet zeker niet de park te checken, want het bloeit en het groeit. En nu we op 1.7 zijn, bloeit het eigenlijk nog veel meer met de prachtige upgrade van de bloemen. Vergeet zeker niet te liken. En dan zien we de volgende keer terug bij een nieuwe aflevering over dit gigantische, te gekke park. Doei doei! Enthousiasme! Doei! Oh, nou, dit hebben we lang niet gedaan. Hè. Ik vind dat we wel, vooral met Giro, de harde geluidsdichter van het enthousiasme... Een enthousiasme moeten gooien. Hey! Hij komt eraan vliegen. Doei doei. Doei. Auto. Da Vinci staat vlogs. Nee, dit is mijn game kanaal. Da Vinci staat pro. Ja. Irma. Da Vinci staat games. Wat, Da Vinci staat games, ja. Doei doei.